Ja, ik krijg net het verzoek om, om toch te vloggen. Want er is een, kijk, even zo, er is, we hebben een spelletjesavond bij Fran en Marco. Die van deze vlog, waar ze zijn getrouwd. En mensen willen heel graag weten hoe ik mijn signature bastonje monsieur taak maak. Dus bij deze, watch and learn. Bastonjekoeken. Oh. Bastonjekoeken. Met een deegroller, maar wat ook goed werkt, zeker waar de vrouwen vervallen, is een fles Chardonnay. Hier is de boter aan het smelten. De boter en de bastonjekoeken worden straks gemixt en die vormen de bodem van de taart. De slagroom. De boter is gesmolten, wat gaan we dan doen? Uit deze vlog stappen. Doei! Dag Linda. Doei. De crushed bastonjekoeken die gaan hierin. Nee, dit is misschien te soft erotisch wordt dit. Nee. Is dit die... dit is de officiële... uitgelekte seksvideo. Al dat rest is het schoonmaken van de lens, want er zit hier een hele klodder slagroom monsieur mix. Is de taart in... Klaar! De koelkast. Six and a half hours later. Tada! Dat is het, het eindresultaat van de monsieur taart met aardbeien of bosvruchten. Nou, en denk je nou of zo'n taart kan ik ook zelf maken? Dan maak hem en post een foto onder in de comments. En niet vergeten om te liken en te subscriben. Hé jongens? Ja. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.